via de network stack kunnen browsers verschillende requests gaan uitvoeren. Dus in de praktijk kunnen browsers verschillende soorten requests gaan uitvoeren. Dus requests die nodig zijn om bepaalde HTML-pagina's te gaan visualiseren. Bijvoorbeeld als er image tags in de HTML-broncode staan, of bepaalde script tags of referenties naar CSS-documenten. Dus deze moeten allemaal via aparte requests opgehaald worden. Daarnaast heb je ook de zogenaamde Fetch API binnen JavaScript, waarbij JavaScript eigenlijk manueel bepaalde resources kunnen gaan opvragen. Daarnaast heb je bijvoorbeeld ook WebSockets, typisch ook aangeroepen vanuit JavaScript, om op andere manieren ook requests te gaan doen. Nu, als iemand webapplicaties gaat ontwikkelen, is het dus heel belangrijk om goed te begrijpen hoe deze network stack precies werkt. Als je bijvoorbeeld je applicatie wilt gaan optimaliseren of misschien wilt gaan debuggen als er bepaalde problemen optreden tijdens netwerkrequests. Nu, in de context van deze video zullen we gebruik maken van de vijf lagen structuur van de network stack. Dus de applicatielaag, transportlaag, netwerklaag, datalaag en fysieke laag. Waarbij we meestal werken in de applicatielaag, waar het HTTP-protocol draait. En ook alternatieve protocollen mogelijk zijn, zoals SMTP, om mails te sturen enzovoort. Nu, HTTP draait typisch op TCP-protocol in de transportlaag, welke dan typisch loopt op het IP-protocol in de netwerklaag. En het IP-protocol kan op zijn beurt dan draaien op verschillende protocollen in de datalaag, zoals bijvoorbeeld Ethernet, die typisch op vaste kabels loopt. Maar daarnaast heb je ook bijvoorbeeld de wifi-protocollen en mobiele netwerken die eerder over radiogolven lopen. Nu, elk van die lagen in onze network stack hebben een bepaalde contributie naar de snelheid toe van onze HTTP-requests. Nu, die snelheid wordt typisch gemeten op basis van verschillende metrieken. Zo hebben we bijvoorbeeld de zogenaamde latentie, wat de tijd voorstelt tussen het versturen van een bepaald pakket van een verzender tot de tijd dat het pakket ontvangen is bij de ontvanger. Daarnaast nog een tweede belangrijke metriek is de zogenaamde bandbreedte, wat eigenlijk de maximale hoeveelheid data voorstelt die op een bepaald moment over een bepaald medium kan lopen. Nu, daarnaast, wat ook nog belangrijk is, is de zogenaamde roundtrip time, wat eigenlijk de tijd voorstelt om een bepaalde request van een zender naar een ontvanger te laten gaan en terug naar de zender. Dus de totale tijd die daarvoor nodig is om een volledige roundtrip te doen. Nu, afhankelijk van je applicatie zal ofwel de latentie of de bandbreedte belangrijker zijn. Bijvoorbeeld als je een videostreaming applicatie hebt, zoals bijvoorbeeld Netflix, zal de bandbreedte typisch veel belangrijker zijn dan de latentie. Maar in de meeste interactieve webapplicaties is het voornamelijk de latentie die belangrijk is. Nu, hier achter mij kan je een grafiek zien die eigenlijk het resultaat aantoont van een onderzoek die gedaan werd om te kijken wat de impact is van verschillende bandbreedtes en verschillende latenties op de page load time van typische interactieve webapplicaties. En wat we hier eigenlijk zien is dat als je de bandbreedte laat toenemen, dat het eigenlijk minder relevant is voor de meest interactieve webapplicaties dan als je de latentie laat dalen. We zien hier bijvoorbeeld op de bovenste figuur de toename in bandbreedte, waarbij we zien dat als we van een bandbreedte van 1 megabit per seconde naar 2 megabit gaan, dat we wel een goede toename zien, of een goede reductie zien van de page load time, maar eigenlijk daarna zien we dat de impact hiervan veel
kleiner is. Terwijl in de onderste figuur, als de latentie daalt, zien we eigenlijk continu ook dat de page load time verder blijft dalen. Dus de voornaamste reden hiertoe is dat de meeste webpagina's, zoals dat we eerder in een eerdere video zagen, de meeste webpagina's gaan eigenlijk meerdere subresources gaan opvragen. En elke request naar een subresource gaat opnieuw een roundtrip delay toevoegen en ook de download delay. Dus daarom is die latentie eigenlijk de voornaamste bottleneck bij de meeste interactieve webapplicaties. Dit is hier een quote van een bekend persoon in de webperformance community die dit ook bevestigt. Bij interactieve webapplicaties is latentie meestal de bottleneck. Maar hierbij zegt hij ook van, als je dit wilt optimaliseren, het beste eigenlijk wat je kan doen is ervoor zorgen dat bytes niet gedownload moeten worden. Dus hij zegt, als een request niet nodig is, is het beter om het niet te doen. Dus the fastest byte is a byte not sent.